eind van het toernooitje liepen ze allemaal achter hem aan. Want ja, zodra Daan aan de bal kwam, stonden mensen op de banken van wat gaat er nou weer gebeuren en wat voor actie komt er nou weer. Ik ben Daan Blij, ik ben 28 jaar. Ik was ooit profvoetballer bij Excelsior Rotterdam. En nu werk ik als jongere werker voor WMO Radar, een welzijnsorganisatie in Rotterdam. En dat doe ik met heel veel plezier. We zijn nu op het Daan Blij Talentenveld, hoe het zo mooi heet. Dit is destijds is er een kunstgrasveld gekomen en toen hebben ze gevraagd aan mij. Ik speelde bij Excelsior Rotterdam en ik deed nog jongerenwerk voor het jongerenpanel in Overschie. Er was heel veel overlast van de flats hieromheen. Dus toen hebben ze aan mij gevraagd of ik mijn naam hier aan wou binden voor een positieve draai. Ja, we hebben een zomer gehad. Ik denk een tijdje nadat het naar mijn naam was vernoemd, dat hier eigenlijk toernooitjes werden gespeeld elke zondag. En toen was het eigenlijk rondom het veld vol met jongens. En toen werd er 4 tegen 4 gespeeld. Dat was wel een mooie tijd. Daan Blij was al bekend als voetballer en werd onlangs genoemd als beste straatvoetballer van Rotterdam. Ja, beste straatvoetballer is van Rotterdam, maar... De beste is Daan Blij, zeggen ze. Oh, jij weet... Oh, wie is dat? Ja, iedereen kent hem. Tenminste, de meeste jongens in Rotterdam kennen hem wel. Vooral bij Müller Pier. In Rotterdam-West, dat hij daar dingen deed. Hij is de baas. Dat zelfs jongens als Memphis Depay zeiden van... Jij mag blijven. Jij bent het man. Aldus, de voetbalpodcast, FC Afkikken. Wil ik wel een beetje nuanceren. Ik heb met goede straatvoetballers gevoetbald. Maar joh, ik ben niet de beste straatvoetballer. We zijn nu bij de Müllerpier. En ik ga Elton ontmoeten. Hier voetbalden wij eigenlijk elke zondagmiddag / avond. Goed. Ja. Goed. En hier kwamen ze vanuit alle streken en steden om te voetballen. Ja, die deed dingen met een bal die zijn leeftijdsgenootjes absoluut niet konden. Van Feyenoord ben ik dan in het echte profvoetbal bij Excelsior Rotterdam gekomen. En heb ik de eerste 2 jaar heel wat wedstrijden gespeeld in de keukenkampioendivisie. En het laatste jaar in de eredivisie eigenlijk bijna niet. En ja, dan is de voetbalwereld ook hard. En toen was het einde contract, was het klaar. Toen ben ik het werkveld ingegaan, in het jongerenwerk beland. Het werkveld waar we in zitten, dat als jij een bal brengt op een pleintje, de jongens die normaal nooit praten, de jongens die heel eenzaam zijn, de jongens die ja, zich niet lekker in hun vel voelen, maar op het moment van een bal zien, verandert de situatie à la minuut en dan zijn ze allemaal zielsgelukkig. Balen dat ik niet meer profvoetballer ben, maar ik heb snel die knop omgezet. En nu ben ik alleen maar blij dat het zo is gelopen en dat ik nu doe wat ik nu doe.